Als meisjes hier komen solliciteren, dan weten we het eigenlijk al in de eerste 5 minuten. Omdat het heel belangrijk is dat iemand gewoon positief in het leven staat. Dat hij het leuk vindt om met mensen om te gaan. Dat hij ook durft aan te raken. Als iemand je een hand geeft, dan voel je vaak wel al van ja, of dat iemand is die gewoon lekker in de vel zit. Dan kun je ook wel eens gewoon mindere periodes hebben natuurlijk. Maar het is wel fijn dat iemand zich open kan stellen voor mensen. Want wij zijn zo dicht bij mensen. Dat het heel belangrijk is dat je dat leuk vindt en dat je dat ook niet te angstig voor bent. Dus zeg maar, qua technieken kan ik heel veel aanleren. Dus ik kan meisjes heel goed leren hoe ze hun nagels moeten lakken, hoe ze een behandeling moeten uitvoeren. Maar zeg maar, die persoonlijkheid en het openstaan voor andere mensen, dat is wel iets wat je echt in je moet hebben en echt al... Ja, moet kunnen voordat je in dit vak gaat. En natuurlijk moet je heel veel... Ja, wij zeggen altijd een beetje vakidioot zijn. Je moet het leuk vinden om je met make-up bezig te houden, met schoonheidsproducten. En je moet het echt heel leuk vinden om het mensen naar de zin te maken. Dat zijn wel echt de belangrijkste ingrediënten om een goede schoonspecialist te worden.